Nogmaals, goedemiddag en welkom ook namens Scale bij dit webinar. We gaan het vandaag hebben over business resilience, productief voor storingen voorkomen en ook snel herstellen. Want ja, als we eigenlijk gaan beginnen bij de kern, de definitie, wat is een ramp? Dan staat het eigenlijk gedefinieerd als de gebeurtenis waardoor een verstoring is ontstaan die de continuïteit van een onderneming, in dit geval dus, in ernstige mate bedreigt of schade kan toebrengen. Nou, rampen komen in allerlei maten en vormen komen die voor. Denk aan een uitslaande brand die je bedrijf in de as legt. Denk aan een overstroming, maar denk bijvoorbeeld ook aan een cyberattack of wat we natuurlijk de afgelopen 6 maanden hebben meegemaakt, een pandemie. Waarbij het wel goed is om op te merken, zeker voor het verloop van dit webinar, dat je de mate waarin je de gevolgen van die verstoring kunt beheersen, die bepalen min of meer de omvang van de ramp. In de voorbereiding hiervoor had ik het over met William, onze engineer. Ieder vliegtuig dat neerstort is nooit een ongeluk, het is altijd een ramp. En dat is een ramp inderdaad voor de mensen die er direct bij betrokken zijn. Uiteraard, en voor omwonenden als het in een woon bijvoorbeeld. Alleen als je gaat kijken naar de impact van zo'n gebeurtenis op de bedrijfsvoering van die specifieke luchtvaartmaatschappij, dan zul je heel vaak zien dat het wel een impact heeft, maar dat het niet bedreigend is in de zin dat het voortbestaan in gevaar komt. Hè, dus een ramp moet je eigenlijk definiëren aan hoeveel, hè, kun je meten aan hoeveel impact het heeft op de continuïteit van je onderneming. Ja, en dan zijn we toch heel snel zijn we beland bij 12 maart van dit jaar. COVID-19, de lockdown kwam, wat gebeurde er? Sef zei net al, hè, we gingen met z'n allen laptops kopen. We gingen mensen toegang geven vanaf hun iPads. Iedereen moest thuiswerken. We met name via VPN, dus inbelverbindingen, die mensen dan in die mogelijk zelf moesten gaan aanleggen. En dan kom je er bijvoorbeeld ook achter dat die omgeving op je werk, die altijd heel makkelijk werken, omdat er een aantal lokale applicaties zijn met lokale databases en dergelijke, dat die een stuk minder prettig werken wanneer je dat op afstand gaat doen. Dat je niet één op één overschakelen van binnen je kantoor naar buiten je kantoor. Nog een groot nadeel is dat je ziet dat op het moment dat jij vanuit een thuisnetwerk een verbinding gaat maken via VPN naar je kantoornetwerk, je corporate network, dat je dan niet alleen vanaf je eigen device zo'n verbinding hebt, maar dat in principe alle devices op jouw home network een opening hebben naar dat kantoornetwerk. En dat is niet alleen jouw laptop, maar dat is ook de gamecomputer van je zoon, dat is ook de telefoon van je dochter en wat je maar thuis hebt. En dat zijn user devices die natuurlijk een stuk minder in de gaten worden gehouden door security applicaties dan jouw eigen laptop. Met als gevolg dat je daar dus heel veel meer risico in loopt waar het gaat om aanvallen. Keerzijde van de medaille is natuurlijk wel, hè, dat zien we overal, dat mensen die zeggen nee, thuiswerken, dat kan voor ons niet. Die hebben nu toch wel ontdekt dat daar best een kern van waarheid in zit. Hè? Dat het af en toe zelfs beter werkt dan op kantoor. Er zijn een heleboel nieuwe bedrijven die in het nieuwe normaal afspreken dat ze een aantal dagen vast de mensen thuis laten werken in plaats van dat iedereen in de file aansluit. Dus het is niet alleen maar negatief, maar dat zijn wel een aantal heel opvallende gebeurtenissen nadat wij te maken kregen met de uitbraak van COVID. Wat is er onder andere gebleken? De infrastructuur die je nodig hebt om dit te kunnen onderbrengen, dient flexibel te zijn om die schommelingen goed op te kunnen vangen. En heel vaak, hè, met de beperkingen die je bij een VPN-aansluiting ziet, bij een soort verbindingen, is dat het eigenlijk wel fijn was geweest als je een VDI-oplossing zou hebben. Alleen VDI, een heleboel mensen denken dan direct aan bijvoorbeeld een Citrix. Behoorlijk complex om nogal duur om te installeren. Kortom, daar komt nogal, dat is een aardige landslide om daar wat mee te doen. Nou, een heleboel mensen die zeggen van dat gaan we doen. We gaan met z'n allen naar de cloud. Dus we pakken alles op en we zetten het in Azure. Ga je dat doen, dan zie je dat het heel veel tijd en geld komt om al die end-user compute op een goede manier in Azure te regelen. En ja, hoeveel geld het kost, dat zie je natuurlijk altijd achteraf. Want transparantie en Microsoft, dat zijn geen twee woorden die in één zin samenvallen, behalve de een heeft het ander niet. Dus eigenlijk wil je niet dat je alles afhankelijk hebt van cloud providers zoals in Azure, maar wil je daar een mix in zoeken. Hè? De mensen die al wat langer met Portland werken, die zijn ongetwijfeld bekend met de kreet The future is hybrid. Voor een deel wil je een cloud zetten, en dat kan natuurlijk ook prima, maar voor een deel
wil je daar ook gewoon on-premise je bereik in hebben. Als gevolg van die... ik gaf net het voorbeeld van de home networks die zich massaal gaan verbinden met bedrijfsnetwerken. Zie je dat er veel meer openingen komen voor mensen die het op een minder prettige manier bedoelen om geld te verdienen. En je ziet dan ook dat het aantal ransomware en malware aanvallen een stuk erg worden. Meer intens worden dan dat ze voorheen waren. Waarom? Omdat ze steeds meer invangen krijgen via die game console, via die typepadje van iemand anders in je huis. Naar dat corporate network. Wat is er dus nodig? Mooi woord, business resilience. Er zijn ook mensen die noemen dat business continuity. Business resilience is het centrale thema van vandaag. En wat bedoelen we daarmee? De combinatie van proactieve en reactieve planning om bedreigingen en verstoren die de werking en het succes van een organisatie beïnvloeden, snel en effectief te beperken en aanpassing als gevolg daarvan door te voeren. Als we even terug gaan kijken naar hoe hebben we een ramp gedefinieerd, er gebeurt iets, dat heeft een impact op de continuïteit van mijn onderneming, van mijn organisatie. En naarmate ik dat kan indammen of niet, is de ramp groter of kleiner. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een accountantskantoor bent en je werkt met 50 man in een kantorencomplex en dat kantorencomplex dat brandt af, dat is natuurlijk heel vervelend en met name voor de mensen die het direct betreft. Maar op het moment dat jij vrijwel direct je medewerkers toegang kunt geven vanaf een externe locatie tot dezelfde documenten, tot dezelfde basis, et cetera, dan valt die ramp op, dan is de ramp aan zich als onderneming niet zo groot, omdat je het op tijd hebt weten te ondervangen. Dus waar moet je bij business resilience in een IT-omgeving aan denken? Nou, ik zei het eerst al, de bedreigingen ga je beperken. Geen mens in mijn organisatie klikt op een mailtje die niet vertrouwt, hoorde ik de laatste keer op de radio zeggen. Cybersecurity is natuurlijk een thema en steeds groter. De grootste gevaren voor een onderneming tegenwoordig liggen veel meer in cybersecurity dan in het feit dat iemand daar binnenkomt en met een bijl op een server in gaat hakken. Zorg voor een goede backup en zorg voor goede disaster recovery. Als het één keer gebeurd is, zorg dan ook dat je aanpassingen kunt doorvoeren, zodat je de volgende keer, kijk, die ramp kun je niet voorkomen, althans nauwelijks, maar de impact daarvan en de manier waarop het je organisatie beïnvloedt natuurlijk wel. Dus zorg voor die schaalbare infrastructuur, zorg dat je thuiswerken kunt faciliteren, dat hebben we natuurlijk met COVID hebben we dat allemaal goed gezien, en zorg dat je technologie als cloud en edge computing op de juiste manier kunt inzetten en op die manier voor spreiding kunt gaan zorgen en voor minder gevoeligheid op één specifieke plek. Ga je kijken naar business resilience, naar de technologie die je daarin zit. Wat heb je dan eigenlijk voor bouwstenen nodig om dat op een goede manier te kunnen doen? Nou, het begint, de basisfundament is een hyperconverged infrastructuur. En waarom een hyperconverged infrastructuur? We gaan zo iets dieper in op wat het is. Maar een hyperconverged infrastructuur zorgt ervoor dat jij al je applicaties kunt draaien op omgeving die een high availability heeft, maar die ook heel eenvoudig uit te rollen is en heel eenvoudig te beheren is en die bovendien schaalbaar is. Dus die groeit met je organisatie mee en die kan ook snel pieken opvangen als het nodig is. Tweede is een virtual desktop infrastructure, een VDI. Die zorgt ervoor, en dat laten we zo meteen in wat meer detail zien, dat je heel makkelijk je desktops op een veilige manier kunt deployen en eenvoudig ook kunt beheren. Derde, de ransomware protection, of eigenlijk gewoon in de breedste zin een goed stuk cybersecurity. Je gaat actief monitoren wat er gebeurt. Aanvallen ga je voorkomen. En op die manier kun je voorkomen dat je je hele IT-systeem komt op land te leggen. En uiteraard als extra veiligheidsmaatregel, mocht er toch wat gebeuren, zorg voor een goede backup en zorg voor een disaster recovery plan. En betrek daar ook gerust een cloud-omgeving in. Hè? Alles wat buiten je deur staat, wordt niet aangetast op het moment dat het binnen de deur fout gaat. Hè? Dus al die dingen, al die combinaties, die zorgen voor een goed DR-plan die je gaat helpen op het moment dat de dingen fout gaan. Nou, op datacenterniveau, waar moet je dan aan denken? Nou, om te beginnen natuurlijk die high availability in disaster recovery. Zorg ervoor dat je systeem draait wat er ook gebeurt. En met het grote voordeel van een hyperconverged omgeving zoals die van Scale, is dat er altijd proactief wordt gespoord of er een probleem kan worden, zal optreden, die tot data lossen gaat leiden. En het systeem reageert daar zelf op
door ervoor te zorgen dat er tijdig vele overs komen, zonder dat je eigenlijk als eindgebruiker dat merkt. Dus die downtime die kun je echt minimaliseren. Die bedrijfskritische applicaties, die bedrijfskritische data, die blijft beschikbaar voor alle gebruikers. Combineer dat nou met een goede VDI-omgeving, dan kun je echt overal van aanwerken. Externe locaties kun je verbinden met bestaande infra. Denk hier bijvoorbeeld ook aan, hè, stel dat je dat primair in je eigen pand hebt, als secundaire locatie ergens buiten. Op het moment dat die omgeving in je pand uitvalt, bijvoorbeeld door brand, ik noem maar wat, dan kun je heel snel zorgen dat die op een andere locatie weer in de lucht gaat. En dankzij die VDI-oplossing kan die dan ook weer gewoon daarbij en doorwerken. Cybersecurity hebben we het al heel eventjes over gehad, hè? Die actieve bescherming van netwerk en data tegen aanvallen van buitenaf. Ook die backup, dat is veel meer dan alleen een kopietje die je weer in kan zetten als het fout gaat. Nee, dat is ook een stuk die je kunt meenemen als het gaat om bewaarplicht als extra recovery maatregel. Hoe meer, hè, er wordt wel gezegd, je hebt altijd drie kopieën of drie backup kopieën nodig. Eentje direct, eentje indirect en eentje in de cloud. Maar neem dat als onderdeel van je plan, neem dat mee. En het laatste, zorg dat je omgeving schaalbaar is. Zorg niet dat dat vaststaat en dat je hele moeite moet gaan doen wanneer het nodig is om extra capaciteit toe te voegen. Zorg ervoor dat het gewoon kan groeien wanneer het nodig is. De verkeerde, hè, want dat schaalbaarheid, de verkeerde aanpak wat ons betreft, is dat jij vermoedt dat je over 5 jaar een bepaalde hoeveelheid en resources nodig gaat hebben. En dat nu alvast waar gaat kopen. Want dan heb je heel lang betaal je voor iets wat je niet nodig hebt. En ten tweede, hè, met name in hardware is dat zo, gelet op de prijs die zich daarop plaatsvindt, wordt dat iets minder waard. Dus je betaalt iets wat je niet gebruikt en wat minder waard. Dat is niet heel erg slim. Je kunt het beter uitbreiden op het moment dat je het nodig hebt. Nou is business resilience niet iets nieuws. Dit gaat al een tijd rond en wat je heel vaak hoort als je team de klanten open hebt, dan zeggen ja, wij hebben al een DR-plan. Ja, maar disaster recovery is maar een deel, wel een belangrijk deel van business resilience, maar is een reactieve maatregel. Je hebt pas wat aan je DR op het moment dat er iets gebeurd is. En waarmee je dus, hè, wat we in het begin al zeiden, waar je de gevolgen van die ramp en dus de omvang daarmee kunt reduceren. Maar je kunt niet alle disasters en de impact ervan van tevoren inschatten. Dus alleen DR is niet voldoende voor een goede business resilience. Een andere, ik heb er geen tijd voor. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie soezoen voor zorgen dat ik verkoper buiten de deur heb, want ik heb er geen tijd voor. Hoe minder goed je er hierop voorbereid bent, hoe groter de impact gaat zijn op het moment dat er iets plaatsvindt. Met als gevolg misschien alleen businessverlies, maar gewoon voorgoed de deur uit, omdat je er niet meer bovenop komt. En een laatste, hè, we hebben het punt al vaker aangehaald, onze medewerkers kunnen met een laptop via een VPN werken. Ja, dat klopt, alleen dat zijn hele uitgebreide trajecten. Het gaat om investeringen, installeren en beheer kost heel veel extra effort. En ze vormen een groot gevaar voor je bedrijfsnetwerk op het moment dat je dat vanuit een home office vanaf een thuisnetwerk gaat opzetten. Dat in samenvatting, zorg ervoor dat je dus inderdaad wij samen met partners Acronis en Leostream eigenlijk jullie een aantal handvatten willen reiken over hoe je dan zo'n business resilient omgeving, want zo moet je het eigenlijk zien, hè, het is niet een plan dat naast je infrastructuur draait, nee, je infrastructuur moet business resilient zijn, moet gaan voor business continuity, hoe we dat gaan aanvliegen. Wat ik al zei, de eerste factor daarin is hyperconverged infrastructuur, HCI. En de mensen die al wat langer werken in deze industrie, die zijn ongetwijfeld nog wel bekend met de traditionele methodes, waar we aparte servers gaan gebruiken, aparte storage, losse switches daartussen, virtualisatienetwerken, buitengewoon complex, allemaal verschillende leveranciers. En aan het eind van de dag ben je onvoorstelbaar lang bezig om de boel te kunnen beheren. Je moet overal verstand van hebben, overal getraind in zijn. De firmware van onderdeel A moet afstemmen met de firmware van onderdeel B enzovoort. Dus gaat er om een heel erg complexe oplossing die eigenlijk er niet voor zorgt dat jij nog op een makkelijke manier schaalbaar bent en die je heel veel tijd kost om te beheren. Op onze manier, en dat is de HC3 manier, HC3 is onze hyperconverged oplossing, heb je dat probleem niet. Heb je één systeem waarin alles zit geïntegreerd, die je vanaf een webconsole kunt beheren, die zonder downtime zich gewoon laat updaten, die een uitgebreide self-healing architectuur heeft, waarbij, hè, wat ik net al zei, op het moment dat er een
een fout zou kunnen optreden, er van tevoren al wordt opgetreden, zodat die dataloss niet gaat ontstaan. Wat heel erg snel valt uit te rollen, waar backup en replicatie al bij in zit. En die je kunt uit laten groeien zolang en ver je maar wil. Wat is dan hyperconvergence? De integratie van rekenkracht, opslagcapaciteit en de virtualisatieslaag in een enkele omgeving. Dus niet een losse server, losse storage unit en een hypervisor, een VMware of Hyper-V of wat je maar gebruikt. Maar alles geïntegreerd in één oplossing en ook in één apparaat. Dat noemen wij HC3, althans dat is de software die wij leveren in combinatie met een appliance. Dus je koopt altijd een server waar de software ook op draait en daarmee vorm je je platform, je infrastructuur. HC3 is een self-healing infrastructuur voor die applicaties. Werkt als volledig alternatief voor Hyper-V of voor VMware. Met als groot voorbeeld dat, we komen zo nog op dat al geïntegreerd is, dus je hebt daar geen extra kosten voor. En als we zeggen compleet geïntegreerd, dan zit ook alles daarin. Er zit een heel groot stuk in aan software-defined storage, aan software-defined networking. De hele integratie met rekenkracht, storage en virtualisatie zit erin. Je kunt werken met VM's, je kunt werken met containers binnen gast-VM's. Backup en disaster recovery is inbegrepen. En ondanks al die features, en dat zijn er heel veel, zijn we er nog steeds in geslaagd om dat heel lichtgewicht en heel flexibel te houden. En dat betekent dat we niet alleen op de reguliere servers kunnen draaien, hè, met de gebruikelijke specs die we allemaal kennen, maar dat we dat ook cloud native bijvoorbeeld in Google Cloud kunnen draaien. En zelfs betekent dat dat we op hele kleine edge devices kunnen draaien, zodat jij, wanneer je over meerdere vestigingen beschikt, je niet hele rare servers op alle plekken hoeft te zetten om daar maar lokaal je workloads te kunnen draaien, maar dat je dat op hele beperkte devices kunt doen. Waarom heb je het nodig? Nou, ik zei het in het begin al, het is een high availability systeem. Met andere woorden, het draait en het blijft draaien. Infrastructuur, vergis je niet, moet eigenlijk geen onderdeel uitmaken van de vergelijking, als ik dat een beetje duidelijk zeg. Infrastructuur is een commodity, zoals water uit de kraan, hè, het knopje op indrukken als het licht aan moet. Wat erachter gebeurt, vind je helemaal niet belangrijk. Het moet draaien en het moet blijven draaien. Infrastructuur zorgt ervoor dat jouw applicaties draaien. Jouw applicaties, die creëren business value. De infrastructuur niet, dat moet draaien en daar moet je zo min mogelijk tijd aan besteden. Nou, hoe hebben wij dat opgevangen? Door zoveel mogelijk van die functionaliteit te automatiseren, zodat jij daar als beheerder zo min mogelijk werk aan hebt. Dat betekent ook dat je daar dus geen uitgebreide trainingen voor nodig hebt. Dat betekent ook dat je daar geen uitgebreide certificeringen voor nodig hebt. Die hebben we dan namelijk ook niet. En dat scheelt ook weer geld en tijd. Ik zei het al eventjes eerder. Je koopt wat je nodig hebt. Je kunt op dit moment volstaan om een systeem neer te zetten voor je workloads van nu. En op het moment dat die workloads zich gaan, als dat groter wordt, omdat je een ander ERP-pakket kiest, of omdat je uit gaat breiden, of wat je maar hebt, dan kun je op dat moment de resources toevoegen die je kunt gebruiken, die je nodig hebt. Meer of minder storage kan, meer of minder RAM kan, processoren van nieuwere generaties werken gewoon ook heen, geen enkel probleem. Ik zei het al, die certificatie, die hebben we niet, dus je kunt het beheren eigenlijk op het moment dat je het aanzet. En je hebt ook geen complexe externe virtualisatiesoftware nodig. Toevallig zat ik van de week met mijn collega te kijken hoe een aanbieder van virtualisatie, laat ik het zo zeggen, zijn prijzen heeft geïntroduceerd. Nou, wij waren met z'n tweeën en we zijn er echt niet van risten, mag ik gerust zeggen, hij vooral niet. Wij zijn ruim een half uur bezig geweest om te vogelen wat we nou voor deze specifieke oplossing nodig hadden. Terwijl als je dat bij scale gaat kijken, gewoon, nou, dit is mijn, hebben wij gemeten wat je aan resources gebruikt. En op basis daarvan komt er een heel simpele oplossing uit waar alles in zit. Die simplicity, die eenvoud, die zit in alles wat we doen. Die zit ook in het beheer van de omgeving. Dat is een hele single pane management. Je hebt één webbrowser, één webapplicatie waarin je het hele beheer kunt doen. Dat draait binnen een uur. En alles wat je kunt automatiseren, hebben we daarin geautomatiseerd. Wat kan je er dan op neerzetten? Noem het maar op. Eigenlijk alles wat op een x86 platform kan draaien op HC3. Of dat nou een ERP-applicatie is, of dat nou een fileserver is, of je daar je webservice op wil starten. Alles wat, of het nou Windows is, of het nou Linux is, het draait op een HC3 platform, zonder enig probleem. Wat is dan het grote onderscheid? Wat ik al een paar keer zeg, volledig vereenvoudigde IT. No-touch deployment of loodje op afstand.
Zonder problemen is dat op afstand te beheren. En die self-healing functionaliteit is een paar gevallen. Maar het zorgt er echt voor dat je een autonoom apparaat hebt waar je helemaal niet meer aan hoeft om te kijken. Alles zit erin wat je nodig hebt. En buitengewoon betaalbaar. Omdat je A, geen extra fietsjes hoeft te kopen. Omdat je niet hoeft trainingen te volgen en certificeringen te vernieuwen en dat soort narigheid. Omdat je geen extra software nodig hebt. En omdat je gewoon met je organisatie mee kunt groeien, zodat je niet van tevoren hoeft te investeren in dingen die je misschien later of helemaal niet meer nodig hebt. Wij zijn een softwarefabrikant, maar wij leveren de appliance, zoals ik al eerder zei. Daar hebben we een aantal verschillende modellen voor. U ziet ze hier. Dat begint bij de machines die u misschien aan de linkerkant herkent als de Intel NUC. Dat is de basis voor onze HI150-lijn. Dat zijn micro-edge modellen waar je tot, nou zeg even, 4, 5 VM's kunt laten draaien. Beetje afhankelijk van hoe groot het is. En dus ideaal om op afstand high availability clusters mee te gaan bouwen. Nou, die lijn die zet zich helemaal voor tot de 1000, 3000, 5000 serie. En de 500 uiteraard. Allemaal afhankelijk van hoe zwaar je het erop lasten. En dat gaat behoorlijk ver. Met een hele breed scala aan keuzes voor storage. Of je nou voor flash wil of alleen de NVMe. Of dat je spinning disk wil. Een grote keuze aan processoren, aan RAM configuraties. We hebben eigenlijk 5 hoofdmodellen die je hier ziet staan. Maar alles bij elkaar hebben we ruim 4200 appliances. Verschillende configuraties waaruit je kunt kiezen. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk om daar met een lijstje doorheen te gaan. Dus op het moment dat we daar een voorstel voor moeten maken, dan gaan we graag met jullie bij je klant een meting doen. En op basis van die meting komen wij met een advies voor een passend systeem en uiteraard een passende prijs. Deze systemen draaien on-premise. Je kunt het combineren met Cloud Unity. En Cloud Unity draait bij Google Cloud Platform en wordt geïntegreerd in de oplossing. Met een, zodat je nog steeds vanuit één plek het hele gebeuren kunt beheren. Dus je hebt een extra plek waar je DR-loads kunt neerzetten, waar je tijdelijke VM kunt neerzetten. Zonder dat dat de kosten gaat, dat je daar wel allerlei andere schermen voor nodig hebt. Dat is even heel in het kort het stuk voor scale. Ik wil graag eventjes het woord geven nu aan William, onder het motto disasters en dan door. Wat gebeurt er nadat de ramp geweest is? Hoi, William van Kollenburg. Zoals ik net al zei, sales engineer. Systems engineer bij Scale Computing. Een klein stukje over wat houdt dat dan wel of niet in. Ik begin daar even met een kleine herhaling van zetten. De kleine herhaling van zetten in het feit dat we hebben heel lang gekeken naar dingen als disaster recovery. Als zijnde, als ik mijn data maar ergens anders heb, dan kan ik van elke ramp terugkomen. Deels is dat uiteraard waar. Hè? Zonder je data kom je niet heel erg veel. Echter, op het moment dat ik auto's produceer en ik ben een autoproducerend bedrijf en mijn fabriek vliegt in de brand, dan is het heel prettig dat ik mijn data nog ergens anders heb. Maar als ik geen productiefaciliteit meer heb, dan houdt het heel even op. Dan heb ik mijn data nog wel, maar dan kan ik niet meer produceren. Hè? Dus in hoeverre disaster recovery iets te maken heeft met wat je binnen de IT doet, wil niet per definitie zeggen dat je ook aan data recovery voor je andere processen doet. Nou geef ik er gelijk bij toe dat een reservefabriek ergens op een industrieterrein hebben misschien niet helemaal het idee is, maar er zijn meerdere vormen. Datzelfde geldt ook, en voor sommige partijen komt dat als een grote verrassing, maar datzelfde geldt ook op het moment dat je een kantoorgeoriënteerde organisatie bent. Op het moment dat jij een kantoorgeoriënteerde organisatie bent. Heel veel mensen hebben hun datacenters redundant. Een stukje hier, een stukje daar. Het liefst op geografisch gescheiden onderdelen. Zoals eentje in Amsterdam, eentje in Groningen. Of bedenk het maar. Maar op het moment dat je alleen je data beschikbaar hebt. En niet een methode hebt om daarmee om te gaan. Hoeveel is dat dan waard? Op het moment dat ik mijn servers opnieuw kan opstarten in Groningen. Maar mijn disaster is dat mijn kantoorpand is afgebrand en ik geen werkplekken meer heb, dan kom ik niet ver. En ik denk dat eigenlijk de afgelopen periode, hè, wat Seth heel mooi zei, de periode vanaf maart dat we ineens allemaal thuis zaten, is een enorm goede onderschrijving geweest van het feit dat het beschikbaar hebben van een alternatieve werkplek, een virtuele werkplek of iets dergelijks, onderdeel zou moeten zijn van je disaster recovery strategie, van je business resilience strategie.
Dus hoe gaan wij daar binnen Skill mee om te beginnen het backup en disaster recovery gedeelte voor mijn data? In de linkerbovenhoek mijn mooie primary site, waar wij gebruik maken van de mogelijkheid tot het hebben van snapshots. En wij hebben daar HA. Snapshot betekent dat ik van één of meerdere tijdstippen in het verleden een point-in-time copy heb van mijn data, waarbij ik in Utrecht zeggen wij binnen een poep en een zucht, maar waarbij ik instant terug kan naar een korte tijd terug in het verleden. Zeg even, ik maak nu een snapshot, ik delete het bestand, ik kan terug in de tijd, ik kan ermee mee. Met diezelfde snapshot technologie kunnen wij ook file level recoveries doen. Dus ik verwijder dat bestand en ik haal dat enkele bestand terug uit een kopie van een punt in tijd, nou, zeg even 10 minuten, kwartier terug. HA, die andere vorm, op het moment dat bij ons in ons systeem een van de nodes onverhoopt uitvalt, het moederbord brandt door, de voedingen doen het niet meer, de schoonmaakster trekt de stekker eruit. Een van die verhalen die we allemaal kennen en iemand die wij kennen heeft dat altijd van meegemaakt. Op het moment dat die schoonmaakster die stekker eruit trekt, HA, die workload wordt lokaal direct opnieuw opgestart. Gaan we één stapje verder en dan gaan we naar die remote site. Een snapshot. Van een snapshot geven wij eigenlijk altijd aan. Een snapshot zelf is geen backup. Want op het moment dat ik de originele VM verlies, heb ik aan die snapshot data niet. Ik kan repliceren naar een andere site, maar ook een replica is niet per definitie een goede backup. Want op het moment dat ik in de originele VM iets weggooi, dan gooi ik dat ook in de replica weg. Anders zou het geen replica zijn. Wat wij hier doen, is wij kopiëren eigenlijk al onze deltas, alle snapshot inhoud, van site 1 naar site B, waardoor wij aan allebei de kanten een complete originele VM, zoals die nu tussen twee quotejes is, en alle snapshots in het verleden. Sterker nog, wij kunnen op de remote site langere retentietijden configureren, waardoor ik lokaal minder snapshots heb draaien, en remote meer snapshots heb draaien, zodat ik naar verschillende punten in de tijd kan. Daarbij heb ik ook de mogelijkheid om verschillende sites naar één enkele site te kopiëren. Ik zou daarbij kunnen zeggen, ik heb 4-5 sites, 4-5 kleinere sites. Wat wij best wel vaak zien gebeuren is dat mensen lokaal, om dingen als latency zo laag mogelijk te houden, zo'n klein NUC-cluster met een paar kleine VM's neerzetten. En dat repliceert allemaal naar een groter centraal datacenter. Zodat als er op zo'n kleine omgeving iets gebeurt, dat men een failover kan doen naar die grote omgeving. Op die manier kun je meerdere sites naar één site backup. Volgende mogelijkheid die we ook hebben, is de mogelijkheid om te exporteren. Wij kunnen dan wel handmatig, dan wel geautomatiseerd, VM's laten exporteren naar een lokaal NAS die daar staat. Op die manier kan ik ook een backup maken. En, zoals Rick net al aangaf, de koppeling met HC3. En eigenlijk is het onderscheid tussen site 1 en site 2. Enige verschil is, site 2 is op een locatie die in eigendom van jou of van een partner met wie je dat doet is. En HC3 Cloud Unity is exact dezelfde technologie, maar dan in een Google Cloud Platform omgeving. Als ik dit plaatje zo bekijk, wat kan ik dan bereiken? Nou, in eerste instantie agentless VM protectie. Alle manieren die je hier ziet beschreven, werken zonder een agent. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar een klein twijfelmomentje van, zal ik zeggen, zonder een agent, want we hebben wel degelijk een VSS provider om een file system te kunnen quiesce om te zorgen dat dit application consistent is. Pardon. Maar in de basis is het agentless. Het is eenvoudig te beheren binnen HC3. Ik weet niet wie van jullie wel eens heeft rondgesnuffeld in de management omgeving van Google Cloud Platform. Daar word je niet heel snel heel gelukkig van. HC3 zelf, degene die HC3 kennen, degene die wellicht een van de vorige events van Portland hebben meegemaakt en een demo van mij hebben gezien, is extreem simpel. Iemand die een sms'je kan sturen, kan met een iPhone overweg. Iemand die wel eens van een VM heeft gehoord, kan met HC3 overweg. En de HC3 Cloud Unity introduceert dezelfde eenvoudige interface van Scale in Google Cloud Platform. Geen extra licenties. Scale kent eigenlijk in principe geen licenties. We hebben een appliance
Die appliance, daar zit uiteraard een stukje softwarekost in, maar die software kan alles. Wil je daarbij nog gaan repliceren, dan zit dat in het product mee. Daar zijn geen extra licenties voor nodig. Nou, de geïntegreerde file level restore hebben we het net al even over gehad. Instant recovery van VM, letterlijk het recoveren van een VM, kost 5 tot 15 seconden. Flexibele scheduling en, zoals ik net al zei, application consistency zit daar ook in. Last but not least, en die heb ik bewust heel even tot het laatst gehouden en niet gelijk uit het lijstje gepakt, de single node support bij ondersteunen als backup target of als primair target, zolang die maar repliceert, ook het gebruik van een enkele node. Dus ik kan drie kleine nodes als mijn basiscluster nemen en één iets grotere node, maar met minder CPU en minder RAM als backup target. Nou, eigenlijk heb ik Hybrid Cloud, HZ3 Cloud Unity al van A tot Z besproken. Een paar extra dingen die we daar nog bij kunnen nemen. Het eerste is aan de rechterkant, groot voordeel van het Google Cloud Platform is pay-as-you-grow. Een scale appliance heeft een bepaalde kost. Zeg even, ik heb drie scale appliances, ik heb daar 30 VM's op draaien, ik ben toe aan VM 31 en die past niet meer op dit systeem. Wat is dan op dat moment goedkoper? Is dat een nieuwe scale node? Of is dat de eerste 3-4 extra VM's tijdelijk in Google Cloud Platform draaien, totdat de kosten daarvan, de investering van een nieuwe node, overstijgen? He, op die manier kan ik nog veel granulairder dan met alleen scalen met scale appliances groeien. Dat daarbij genomen moet ik dan ook gelijk vertellen dat, ondanks dat dat niet ingebouwd zit in de grafische interface, het mogelijk is om een VM live te migreren van het HC3 cloud platform naar je HC3 lokale platform en weer terug. Met andere manieren, het is dus mogelijk om die VM, zoals ik ze net heb gezegd, in eerste instantie op te starten in het Cloud Unity platform en dan zonder onderbrekingen van de productie terug te schuiven naar jouw lokale omgeving. Acronis. Eigenlijk alle backup technologieën die ik net heb besproken en veel over technologieën die ik net heb besproken. In dit geval gaat dat om hele VM's of enkele bestanden. Heb ik daarbij ook nog applicaties die ik wil beveiligen? Wil ik een restore kunnen doen op applicatieniveau? Dan moet ik iets intelligenters gaan gebruiken. En dat is een van de redenen waarom je daarbij Acronis zou willen gebruiken. Acronis is in staat om hypervisor level backups te maken van onze omgeving. Zowel de lokale omgeving als van de HC3 Cloud Unity omgeving. Dus ik kan diezelfde backup ook van beide platformen aftrekken. Daarnaast heeft Acronis ook nog eens de mogelijkheid voor ransomware protection. Ik was daar zelf enorm van onder de indruk. Ik heb een filmpje gezien van Acronis waarbij zij bewust WannaCry loslaten op een PC, op een server eigenlijk in dit geval. Dat wordt binnen een zeer beperkte tijd wordt dat ondervangen. Het proces wordt gekild. De bestanden die dat proces uitvoeren, die worden in quarantaine gezet. En de bestanden die beschadigd zijn, die geëncrypt zijn, worden, omdat Acronis toch al weet waar de backup staat, vanuit die backup weer teruggezet, zodat ik verder kan. In 99 van de 100 gevallen zal een gebruiker hier waarschijnlijk niet eens wat van gemerkt hebben. Uiteraard wel met de rapportagemogelijkheden, om te laten zien welke gebruiker dat getriggerd had, zodat we daar even een goed gesprek mee over hebben. Daarnaast stelt Acronis mij ook in staat om, te archiveren. We leven in een tijd waar dataretentie meespeelt. De Belastingdienst zegt alle financiële transacties minimaal 7 jaar, alle onroerend goed transacties minimaal 12 jaar. En zo zijn er nog verschillende bewaartermijnen voor verschillende data die we hebben. En om dat allemaal op actieve storage te bewaren is kostbaar. Om dat op andere media te doen, kan een hele hoop geld zijn. Maar denk daarbij bij andere media niet alleen aan je oude tape drive of weet ik wat, maar denk bijvoorbeeld ook aan je SAN, je oude SAN. Hè. Op het moment dat we overgaan naar hyperconverged infrastructuur, hebben we in één keer een storage array over, of hebben we in één keer een NAS over, of hebben we in één keer een ander storage medium over. Ook dat kan gebruikt worden om alsnog op te archiveren. Rapid recovery, nou, een hele snelle
recovery, doordat we kunnen zien, hè, doordat Acronis kan zien welke blokken in een VM er veranderd zijn. Dus we hoeven alleen de blokken die we willen restoren maar terug te kopiëren. Dat kan heel erg snel. Recover from anywhere, hè, recover naar een andere hypervisor, recover naar een fysieke server of recover naar een Azure of een AWS omgeving als je dat werkelijk zou willen. En heel granulair, dus individuele e-mails, individuele bestanden en andere objecten. Waarbij er voor de individuele bestanden dan ook nog eens een keertje een versie management module in zit. Werkt was dat. Zoals net al aangegeven, DR is niet alleen je data. DR is ook je manier van werken. Een van de dingen die we, waar we bij COVID enorm door geraakt werden, was mensen moesten ineens thuis gaan werken. Nou, een van de dingen die dat weer opleverde was, er was geen laptop meer te krijgen. Nou heb ik begrepen dat het hier in Nederland op zich nog wel meeviel, dat het misschien wat moeilijker was, maar nog wel doenbaar was. Ik werk zelf ook voor regio Duitsland, waar gewoon een van mijn distributeurs tegen ons zei, feit mee enorm, maar we kunnen echt nergens meer wat leveren. Hoe kunnen we nog wat doen? Als je dan op een gegeven moment geen laptop meer gaat gebruiken, wat ga je dan gebruiken? Ga je dan een device van de gebruiker zelf gebruiken? Hè? Daar zitten additionele dingen bij. Ga je die gebruiker daar een onkostenvergoeding voor geven? Hoe ga je die gebruiker verplichten om zijn eigen device te beveiligen? Hoe ga je die gebruiker zeggen van, nou weet je, je mag wel data naar jouw device toe kopiëren, alleen dan wil ik heel graag dat je disk encryptie gaat gebruiken. Hoe ga je dat alles inregelen? Dat kun je op een hele complexe manier doen. Hè. Dat kun je gaan doen door mobile device management te gaan toepassen. Door Intune, Microsoft Intune te gaan gebruiken. Of denk maar aan al die andere producten. Waarbij je dus iets wat in eigendom is van jouw gebruiker gaat limiteren. Een momentje, ik moet heel even niezen. Een ogenblikje. Daar waren we weer. Ga ik het device wat in eigendom is van die persoon, ga ik dat limiteren? Ga ik daar policies op toepassen? En wat nou als die gebruiker dat niet meer doet? Hoe krijg ik het dan voor elkaar dat al mijn policies daar niet meer bestaan? Hoe krijgt die gebruiker het voor elkaar om dat device weer toe te eigenen? Er zijn heel veel verschillende dingen die eigenlijk tegen het gebruik van eigen devices spelen. Tenzij je iets kunt doen zodat die gebruiker kan werken met de zaken die hij nodig heeft voor kantoor, zonder dat hij daar dingen voor hoeft aan te passen. Nou, een van de mogelijke dingen die hij daar kan doen, is VDI. Scale heeft hiervoor een samenwerking met Parallels en een samenwerking met Leostream. Beide kunnen verschillende dingen op verschillende manieren, maar de grote gemene deler is, zij stellen die gebruiker in staat om een remote sessie op te starten op een werkplek die bestaat in het datacenter. En dat kan een virtuele werkplek zijn, maar vergis je niet, dit kan ook nog de oude fysieke werkplek zijn van zo'n gebruiker. Hè? Toen COVID-19 een realiteit werd en we op dat moment even geen nieuwe devices konden krijgen, dus ook die servers met een levertijd van 4 weken zaten, konden we niet zomaar ineens VDI neerzetten. Dus een van de dingen die wij met heel veel van onze partners samen hebben gedaan, is we hebben de mogelijkheid gecreëerd om wel alvast deze technologie te introduceren, via deze technologie de fysieke werkplek van de gebruiker beschikbaar te stellen, zonder dat zij hele complexe dingen moesten gaan doen. De VDI in samenwerking met Scale Computing is extreem eenvoudig. Het is heel intuïtief en vooral met Leostream is de installatie van Leostream binnen een uur geregeld. Men kan letterlijk binnen een uur een VDI-omgeving op een scale-omgeving geïnstalleerd hebben. Innovatief design is wederom terug naar de eenvoud. Ik kan dingen heel complex maken, ik kan megapolicies bouwen, ik kan clients vereisen, ik kan agents vereisen, noem alles maar op. Of je kunt het eenvoudig doen en je kunt een systeem wat een gebruiker nodig heeft beschikbaar maken op elk apparaat met een browser.
eenvoudige provisioning, is het een fysieke desktop. Dan kan ik, heb ik de mogelijkheid om vanuit een GPO een agent te pushen en dan kan die gebruiker verder werken. Gaat het om een omgeving upscale, kan ik een volledig non-persistent omgeving voor hem klaarzetten die op het moment dat die uitlogt dan ook weer eens vernietigd wordt. Dus hè, denk daarbij op het moment dat hij dat virus weer introduceert, op het moment dat die uitlogt is dat virus ook weer verleden tijd. En enorm betaalbaar. We kennen allemaal de grote oplossingen van de grote partijen. Ik kan dat voor jullie invullen, maar jullie weten dat zelf ook. Scale computing, VDI, kan 50-70% goedkoper zijn dan een van die andere leveranciers. Goed. Schakel ik terug naar jou, Rick. Ja, heel even kort samengevat. Laten we even beginnen met een quote die bij Gartner vandaan komt. En ik denk dat dit aangeeft waar de kansen voor MSP's liggen en ook in mindere mate komen te liggen. Dat is CEO's bewegen naar de optimalisatie van emerging costs. Met andere woorden, het investeren in nieuwe omgevingen wordt beperkt, zo niet geregeld. En activiteiten die de business draaiende houden, die zorgen ervoor, daar wil men de komende tijd zijn geld aan uit hebben. Nou, dit is, Gartner staat bekend om het feit dat ze niet heel erg snel quotes brengen. Dus dit is al van ik geloof dat deze eind mei of eind april, begin mei kwam. We zien dat het COVID gevaar nog steeds op de loer ligt. En dat we daar dus nog, je kunt er dus rekening mee houden dat dit nog langer gaat duren dan alleen 2020. Met andere woorden, de kansen voor jullie als MSP liggen op het punt waar je die business resilience voor die klant kunt garanderen. Nou, waarom moet je dat dan samen met scale computing doen? En nogmaals, scale computing en de factoren die we hier allemaal hebben laten zien, zijn allemaal via Portland beschikbaar. Het maakt niet uit in wat voor grootte je dat gaat toepassen. Scale is geschikt voor deployment van edge tot datacenter. En daarbij geldt ook dat je daar een combinatie van kunt maken. Je kunt daar een edge omgeving voor maken, zodat je met kleine satellietvestigingen binnen kleine satellietvestigingen een beperkte workload laat draaien en dat je dat laat repliceren naar een grotere cluster die in je eigen datacenter hebt bijvoorbeeld. Self-healing, voorkom de failure voordat die ontstaat. Je bent niet afhankelijk van je beheerder om te zien dat er iets fout gaat. Het systeem zorgt ervoor dat het wordt aangekondigd, maar dat het gewoon door blijft draaien. Geen VSA's, dus geen hele complexe extra VM's die je nodig hebt en die heel veel resources weten. Dus je gaat buitengewoon efficiënt met je spullen om. Geen extra licensing voor bijvoorbeeld je hypervisor of voor je management tool. Ook niet onbelangrijk, scalecare support. Dat is eigenlijk nog even onderbelicht gebleven. Maar wat je bij een heleboel andere aanbieders ziet, is dat zij op het moment dat ze service gaan aanbieden, dat daar een heleboel verschillende smaken in komen. En wil je meer, dan gaat er echt eerst een vooruit. Wij hebben eigenlijk maar één manier van support geven. We hebben alleen maar premium support. Dat betekent dat je via een lokaal telefoonnummer 24/7 support kunt krijgen op jouw systeem. En in het punt daar, wat dat laatst ook is. En als het systeem Acronis bevat en of Levestream bevat, dan wordt dat ook gelijk mee support call. Dus je hebt één nummer nodig om al je problemen te kunnen oplossen. Bel je dat nummer, dan kom je uit bij onze helpdesk, of bij onze supportdesk moet ik zeggen, in de US. Dus ook in Engeland. En die gaan jou helpen met je probleem. Daar zitten geen mensen die scriptjes voorlezen, die zeggen trek de stekker eruit en kijk of die dan doet, het noemen we erin. Daar zitten scale engineers die echt minimaal tweede lijn zouden kunnen worden gezien en soms wel hoger. En die mensen die gaan jouw probleem in-depth oplossen. Die kunnen ook meekijken in systemen. Niet in de data, dus dat is ook nog een stuk veiligheid. En daarbij zorg je dus dat, mocht er toch wat fout gaan, dat het zo snel mogelijk weer up and running is. Nou, de integratie met Google Cloud Platform, die heeft William net al even laten zien. Standaard ook inbegrepen backup en disaster recovery, waarbij je dus ook een disaster recovery as a service kunt aanbieden. Wellicht is dat een goede eerste stap naar een goed DR-plan voor je, of een BR-plan voor je klanten. Acronis heeft het over gehad, Levestream VDI's, of alles valt binnen een single point of support. Dus voor jullie nog makkelijker, want alles is via Portland te verkrijgen. En daarmee kun je dus voorzien in de nood die klant hebben. En nogmaals, wellicht is dat een latente behoefte. Waarschijnlijk is die klant nog helemaal niet
op de hoogte van de importantie van business resilience, of heeft die dingen onderschat of niet voldoende ingericht. Ga met je klant dat gesprek aan. Ga gewoon zeggen, joh, wat gebeurt er nou als er een ramp gebeurt? En die ramp, nogmaals, de manier waarop je die beteugelt, de manier waarop je die impact kunt handelen, die zorgt ervoor of het al dan niet hoe groot de ramp wordt. Daar begonnen we mee en daar wil ik eigenlijk ook mee afsluiten. Dus voor nu heel graag allemaal bedankt voor de aandacht. Ik weet niet of er nog vragen zijn ergens. Dan kan je even unmuten en dan beantwoorden we die graag. Zal ik deze even uitzetten? Zijn er mensen met vragen? Nou goed, we zullen in ieder geval deze week even nog met jullie contact opnemen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen we die dan nog doornemen. Deze webcast is opgenomen, dus ook de opname zullen we met jullie gaan delen. Hartelijk dank voor nu voor de aandacht en graag tot binnenkort. Dankjewel.